De regering, met name het ministerie van Financiën, moet ervoor zorgen dat de belastingschijven worden aangepast. Dit zei Robbie Narendorp, ondervoorzitter van de vakcentrale C47, vanmorgen tijdens de Assemblee van de Arbeid. Het lijkt erop dat de mensen voor hun straf werken, zei de ondervoorzitter. Bij elke verhoging gaat er een groot deel naar de belastingen en dat moet zo snel mogelijk veranderen. Als het aan de vakcentrale ligt, moet het over een maand al aangepast zijn, zegt Narendorp. Maar ik denk dat die minister van Financiën duidelijk gemaakt moet worden dat hij, uno mamoro, mee de schijven passen aan. Anders zullen we dat anders moeten bekijken om het af te moeten dwingen. De mijn neem ook kwalijk, terwijl ik ben in actie, maar tegenlijk een reden om in actie te gaan, dat blijkt dat je door een werkgever. En we hebben een aantal bedrijven die stellen ultimata. Dat je, if you look up grong, dat is dat de overheid nog een verplichtingen na. En dan nog een pressie. Zeker als het gaat om financiële middelen die moet spijen. De heer de man aan money. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47, zegt dat de inflatie het afgelopen jaar de grote boosdoener was voor de werkende klasse. De inflatie als gevolg van de hoge koers wordt bepaald door de cambio's en andere valutaverkoopplaatsen en niet door de bank, zegt Berenstein. Want de reden na vast vaak een koers ontwikkelingsreden. En zoals je hebt gezegd, je krijgt momenten in de economie bij een koers. Ik wil ook toe, kan de later iets kapje zo bakken? Ik nu ja de centrale bank op de een of andere manier voor me interfereert, koers zakken, maar prijs, zijn voor mij die koers ben kreeg, dat niet zakken. Dus, om verder te gaan met de analyse van de economische situatie, de oorzaak van inflatie, een koersontwikkeling, jari aan inflatie wakker. Om het populair uit te drukken. En omdat Alassani, voor wat betreft de prijsvorming, is gebaseerd op de koers die er buiten geldt. Dat was Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47 vanmorgen tijdens de Assemblee van de Arbeid. De vakcentrale is van mening dat de belastingschijven in de komende maand aangepast moeten worden door het ministerie van Financiën. De vergadering is gehouden op het terrein van C47 aan de J.A. Pengelstraat.